De diplomaten slaan weer toe en dit keer zijn het de Afghanen. Jij wilde het anoniem doen, waarom? Ik wil het anoniem doen eigenlijk om zowel eigenlijk de eerste dat deze heer in kwestie, behalve ons in eerste instantie natuurlijk aangevallen heeft, later ons van de weg afgereden heeft en onze auto, laten we zeggen, beschadigd heeft. Aangezien hij zo gek is, zijn we helaas ook bang dat hij hier morgen voor de deur zou kunnen staan en dat de consequenties eigenlijk niet te overzien zijn. Johan, je bent aangevallen. Hoe ging dat? Ik heb iemand aangesproken die zijn auto meer dan 5 minuten, laten we zeggen, lang op straat liet staan. En vervolgens, laten we zeggen, heeft hij mij bij mijn keel gegrepen en een klap of 10 à 15 gegeven. Hij heeft namelijk op een gegeven moment wel gezegd, ik ben van de ambassade, ik ben onschendbaar en jullie zijn allemaal jaloers dat ik, laten we zeggen, een diplomaat ben. Good day, Mr. Ambassador. Yeah. Can I ask you something, please? No, please. You're from the Afghan embassy, I just want to ask you something. One of your... Wait. Please don't touch him. No. It's okay. Don't touch him. Let me come to Facebook. Excuse me, sir. Is it true that one of your employees had a fight 2 days ago? My employee had no fight. There was an incident. It's taken care. We staan hier voor je auto. Waar zijn de schade? Hij is begonnen met het raam. Hij wilde hem, laten we zeggen, uit de auto krijgen. Vervolgens heeft hij hier tegen aangetrapt. Een keer of 6, 8. En vervolgens heeft hij de spiegel te grazen genomen. Laat maar zeggen, omdat hij gefrustreerd was en niet kon. Toen is hij in zijn auto gestapt en is hij snel weggereden. This is the car. First he kicked the mirror and then the door. I don't see anything there. Could you tell us more about the incident? I can't tell you. That. Why not? I have to discuss this with the Ministry of Foreign Affairs. Yes, but he hit somebody. How is that possible? My diplomat never hit anybody and would never do that. Are these people lying? Yes, definitely. Helaas kunnen de mensen je gezicht niet zien, maar je hebt nu tranen in je ogen. Waarom? Ik heb vooral vanwege mijn vrouw, hoe erg ze ermee zit. En het ergste is dat de politie zegt, we vinden het heel erg voor je, maar we kunnen er niks aan doen. Want hij is onschendbaar. The diplomat has been attacked. He's a victim. Do you listen to what I say? Yes, but I heard the story from you the other people the as well. The story is not from anybody. Who did you hear from? From the victims themselves. From victim is lying because he wants to try to not be charged by the law that he offended and he attacked somebody. Hoe gaat het met je vrouw? Mijn vrouw momenteel, die heeft er heel veel last van. We kijken overal aan. Overal waar we een zilver of grijze BMW zien rijden. Willen wij in de borstje springen, zo'n beetje van ellende. Onder het motto, want daar komt hij weer. En deze keer gaat hij de klus afmaken, laat maar zeggen. En daar zijn wij nogmaals heel angstig voor. En ja goed, wij hopen echt oprecht dat hij, dat er iemand is die kan zeggen van deze man komt nooit meer met jullie in de buurt.